Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven de oostelijke helft van het land bevinden zich veel lage wolken. Helaas niet te zien op de satellietfoto. Alleen de hoge wolken komen goed naar voren. Maar dat betekent dus dat het grijs is en dat er ook af en toe wat regen valt. In de westelijke helft van het land is het meestal droog en gaat in de loop van de ochtend de zon vaker schijnen. Vanmiddag hebben we nog steeds die tweedeling. De meeste wolken in het oosten en noordoosten van het land. Met daar ook af en toe regen of een aantal buien. Nou, onder die bewolking en in de regen dan wordt het niet heel veel warmer dan 14 of 15 graden. Maar op andere plaatsen kan het kwik oplopen tot lokaal 17 graden. Vanavond is het uiteindelijk overal droog en begint ook de wind geleidelijk naar het zuiden te draaien. Daarbij klaart het ook regelmatig op en ook morgen hebben we nog te maken met die opklaringen. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe en later op de dag, en zeker pas later in de middag, gaat het vanuit het westen uit geleidelijk aan op steeds meer plaatsen regenen voor die regenuittemperaturen tussen 16 en lokaal 19 graden. Na het weekend blijft het de eerste dagen ronduit wisselvallig. Maar vanaf woensdag dan neemt de kans op neerslag geleidelijk af. Wel doet de temperatuur steeds geleidelijk een stapje verder naar beneden. Maandag nog een graad of 16. Woensdag moet het op veel plaatsen maar met 14 of 15 graden doen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.